We zijn hier op de vertrekdag 2023. We hebben maar liefst 87 deelnemers. Althans, volgens de inschrijvenlijst zijn er bijna allemaal. En we gaan eens even met zoveel vertrekkers bij elkaar, gaan we eens even aan de tand voelen. En vragen wat voor anker zij nou precies bij zich hebben en waarom. Wij hebben een Rokna anker. We hebben een Rokna. Ja, ja. Rokna anker. Ik ben van plan om een Rokna anker te kopen. Nee, ik kan je nou helemaal niet vertellen welk anker er precies op. Een Rokna anker. We hebben een 15 kilogram broes. Het is een opvolger van de Rokna. Het is een delta anker. Wat voor anker gebruik je en waarom? Het roestje stalen anker wat bij de boot zat. Ik weet eigenlijk niet welk anker het is. Ik heb wel 100 meter RVS ankerketting op de boot geïnstalleerd. En dat voldoet goed? Ja, ze hebben mij al verteld dat eigenlijk de ketting nog belangrijker is dan het anker. Het anker is om de ketting op zijn plek te houden. De reden is dat de vorige was een imitatie CQR anker. En dat was een twijfelachtig ding, terwijl die het altijd wel goed deed. Ja, eigenlijk vooral in overleg met mijn baas. Die is zelf ook zeiler en daar heb ik twee uur lang zitten overleggen van hoe anker je nou en wat is anker en wat voor anker heb je dan nodig en wat zijn ervaringen. Omdat het internet dat zegt. Ja, we hebben heel veel blogjes gelezen en uiteindelijk zie je dat Rokna heel goed is en ik ben eigenlijk gewoon puur daarop gevaren. Wat ik gehoord heb dat het een enorme houtkracht heeft. Het zat al op de boot. Maar het zat al op de boot. Goeie te zijn, dus we houden hem. De reden dat we die hebben is omdat we die voor heel weinig over konden nemen van mijn ouders. Omdat die naar een groter anker wilden. En we hadden zitten twijfelen tussen, ik vergeet altijd hoe die andere mooie ankers met zo'n mooie boog eromheen heten. Maar we zijn gewend aan delta ankers en die doen het erg goed. Dus we... Hier op de druk bezochte vertreksdag in Enkhuizen hebben we vanochtend een presentatie gehad van Jolbert van Dijk over het oversteken van de meteo tijdens het oversteken van de Atlantische Oceaan. En waar je dat handig vindt. Een lezing van een stel vertrekkers die lang weg is geweest met Zouterik. Ook nog twee workshops. Eentje over het fileren van een tonijn of dorade. En mocht je hem niet op willen eten, ook nog een workshop hechten. Voor het geval het toch een keer voor moet komen. Dan kun je hem weer in elkaar zetten. Of in elk geval jezelf weer in elkaar zetten. En natuurlijk gezelligheid tussendoor, borrel en vanochtend de voorstelronde. Met zoveel boten duurt het erg lang. Maar dan weet je ook wie er allemaal gaat. Wie in de gaten moet houden. Of mensen met kinderen gaan. En wie welke route doet. Een leuk ding daarbij is om te zien dat er heel veel mensen zijn die voor langere tijd weggaan. Eén stel dat 6 maanden weggaat, maar eigenlijk alles meer dan een jaar. Heel veel meer dan een jaar. En ook heel veel grote boten en heel veel katamarans. Dit was een mooie vertrekkersdag en met deze wind krijg ik ook wel zin om weer te gaan zeilen.